Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Welkom bij een nieuwe zonneschijnstad. Is het jullie ook wel eens opgevallen dat wanneer je dingen van het Engels naar het Nederlands vertaalt, het veel minder badass klinkt? Sunset City, zonsondergangsstad. Is toch wel iets minder cool. Nevertheless, welkom terug bij een soort van GTA in Roblox. Ook wel bekend als Sunset City. Ik was een beetje aan het rondkijken wat hier nou eigenlijk allemaal te doen was in deze mooie stad. Met natuurlijk in mijn achterhoofd houdend dat ik in deze stad een crimineel ben. Ik heb namelijk het duistere pad gekozen. Dat snap ik ook nooit. Wanneer iemand dramatisch wilt zijn, moet hij altijd even iets met zijn hoofd doen. Of dan moet hij altijd even naar links of rechtsboven kijken. Waarom kijk je niet gewoon naar voren? Dat kan ook. Nevertheless, ik heet jullie van harte welkom. En ik vraag jullie natuurlijk pizza met pepperoni. Dat is wel mijn favoriete pizza. Ik snap echt niet dat mensen een pizza Hawaii lekker vinden. Misschien ben jij er zo een. Maar ik snap het niet. Ham? Ai. Kaas? Ai. Pindasaus? Nou, kan nog wel. Niet dat dat op een pizza Hawaii zit, maar stel voor. Ananas? Nee, ik voel hem niet. Ik voel hem niet. Zelfs al raak ik hem aan, ik voel hem niet. Nevertheless, wij zijn hier bij een casino uitgekomen in Sunset City. Ik heb 415.000 visa. En misschien dat we hier wat kunnen bijverdienen. In real life moet je trouwens nooit gokken. Dat is heel erg dom. In ieder geval, we gaan naar binnen toe. Ben ik er nou uitgekikt? Ik wou net zeggen, ik dacht heel even dat ik er uitgekikt was. Oké, we gaan beginnen met spelen. Let's go. Tenminste, kan het? Ja. Oh my god. Hebben we nou zojuist 800 visa gewonnen? Wat? Maar is dat veel? Of kunnen we dat gewoon weer winnen? Oh my god. We hebben deze keer ruim 2000 gewonnen. Are you freaking serious right now? Hoe winnen we in hemelsnaam zoveel? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Waarschijnlijk krijgen we het niet. Ik denk dat we het niet krijgen als we het winnen. Nee, we krijgen... Ofwel. Oké, wacht even. Hou rechtsboven in de gaten, jongens en meisjes. Dan gaan we even kijken of we het ook daadwerkelijk krijgen. Ik heb nu 640 erbij staan. En ik krijg het inderdaad. Dus alle visa die ik hier verdien, krijg ik ook daadwerkelijk op mijn virtuele bankrekening. That's very nice. Ik weet niet of we nu gewoon heel erg veel geluk hebben of dat er iets anders gaande is. Het meeste wat je kunt winnen is 5000. Oké. Maar is er niet like een soort van specialere casino kast of zijn ze allemaal hetzelfde? Oké, ze zijn waarschijnlijk allemaal hetzelfde. Wat is dit? Ah, je kunt elke dag maar een aantal keer spelen. Dat is het. Dus wanneer ik hier nu klik, kan ik nog maar 3 keer achter elkaar spelen. Ik wou al zeggen, anders kun je namelijk op een hele makkelijke manier heel veel geld verdienen. Oh, we kunnen wat extra... Oh, we zijn er letterlijk nu al. En er komt nu in beeld dat we er naartoe kunnen. Nee, sorry, ik ben er al. Het is niet nodig. Nou, laten we nog even 2 keer spinnen. Dan verdienen we gewoon even lekker wat extra geld bij. Ik als gierige Nederlander vind dat natuurlijk alleen maar fijn. Zou er een euro deal te halen zijn in de virtuele Roblox McDonald's? Zou eigenlijk best wel leuk zijn. Als er gewoon letterlijk een game werd gemaakt voor de PlayStation of voor de Nintendo computers. Ik weet het niet, of voor de PC. Wat letterlijk gaat over McDonald's. Dat je moet ontsnappen aan de McDonald's horror clown. Of dat je juist moet proberen om je eigen McDonald's op te richten. Ik weet niet waarom ik zo gefascineerd ben door de McDonald's. Want het is echt de meest ongezonde zooi die je kunt krijgen op aarde. Maar alsnog, je weet toch, het blijft toch wel een beetje een jeugddingetje. In ieder geval, ik heb het jullie de vorige aflevering al verteld. Wij zijn natuurlijk een crimineel. Wij hebben het verkeerde pad gekozen hier in Roblox Sunset City. Is dit nou een gunshop? Het lijkt me eigenlijk niet verstandig om hier naar binnen te gaan als ik een crimineel ben. Maar we gaan het alsnog even doen. Ik ga gewoon naar binnen. Nee, ik kan hier naar binnen. Oké, dat is best wel heel erg flauw. Ik dacht voor een aantal seconden dat ik wel naar binnen kom. Er zijn trouwens zoveel verschillende soorten winkels als je erover nadenkt. Of ja, winkels. Zoveel verschillende soorten plekken waar je naartoe kunt hier. Ik heb natuurlijk ook een hele speciale Batmobile waarmee ik alles, van alles en nog wat kan doen. Dus dat is heel erg leuk. Kan ik ook een lifeguard zijn? Jouw taak is om de wacht te houden en mensen veilig te houden op het strand. Echt? Dus... Wow, ik heb een glider gekregen. Wow, what the heck? Hoe kom ik daar zo random aan? Wacht eens even. Click and hold to direct yourself. Jump to stop gliding. Ik ben gewoon letterlijk binnen 1 seconde lifeguard geworden. Zo simpel kan het gaan in Roblox. Nee, weet je wat ik eigenlijk vandaag wil doen? Ik wou eigenlijk vandaag een extra huis kopen. En dit klinkt echt als iets, alsof ik in de supermarkt ben en ik wil een frikandelbroodje halen. Zo van, ja joh, ik haal wel even een... Maar nee, wij gaan gewoon even simpel een extra huis kopen. Waarom doe ik dat? Omdat ik een crimineel ben. En criminelen moeten natuurlijk altijd een extra schuilplek hebben. Zo ook wij in Roblox. We gaan eens even kijken welke we kunnen kopen. Want dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. We kunnen ook huizen kopen van andere players. Maar daar moet je eerst vrienden voor hebben. En ik ben forever alone. Wat is eigenlijk het allerduurste huis wat je kunt kopen? Dat is deze. En die kost 1 miljoen. Dat is een houten cabine. Dan heb je ook deze enorme villa. Dan heb je deze mansion. Die is 2,5 miljoen. Dan heb je ook een appartementje. Dan heb je hier een modern huis. Oh, je hebt ook een jacht.
Ik wil eigenlijk zo enorm graag deze jacht kopen. Maar ik ga echt geen 2 miljoen betalen. Ik vind dat echt wel een beetje overdreven. Zal wel epic zijn. Een militaire basis, die kost 2 miljoen. Is er niet een huis wat een beetje binnen mijn budget valt op een bepaalde manier? Deze valt binnen mijn budget, 200.000. De Valedonia condo. Klinkt alleen niet zo cool. Dit is ook gewoon een huis van 250. Ik ben echt... Dit is echt legit het allergoedkoopste huis wat ik ooit in Roblox heb gezien. Ik ben heel erg benieuwd wat ik krijg wanneer ik dat koop. 250 visa verdien je namelijk in een aantal seconden in het casino. Dus ik ga hem gewoon kopen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ik dan precies krijg. Ik ga er gewoon eens even naartoe. Let's go. Even kijken. Ja, deze is het. Nou. Oh my god. Dit is legit. Het meest kleine, smerigste appartement wat ik ooit ben tegengekomen in Roblox. Je ziet gewoon letterlijk dat de muren en deze platen in de muren helemaal verroest zijn. Dit kostte 250. Ik had hier een PlayStation van kunnen kopen, jongens. Beseffen jullie je dat wel? Het ziet er niet heel erg nice uit. Ik denk dat je zelfs in real life voor $250, euro of wat dan ook per maand nog wel ietsje mooier krijgt dan dit. Maar alsnog, laten we hem anders maar verkopen. Ik heb het wel gezien. Zo, bam. We hebben hem verkocht, jongens en meisjes. Dan krijgen we 75% van ons geld terug. Nou, bij deze. Ik ben er nu wel uitgezet. Dus dat is wel een beetje een dingetje. Maar alsnog, we zijn nu ook in een soort van ghetto-wijk terechtgekomen. Ik vind het nog steeds zo grappig dat je deze guy gewoon kunt vangen en er dan vervolgens een miljoen van krijgt. Dat is ook trouwens een gezicht wat je zelf op kunt zetten. Dat is misschien nog wel grappiger. Als je dan jezelf vangt, zou je dan een miljoen krijgen? Waarschijnlijk niet. Dat is een beetje te ver gezocht. In ieder geval, laten wij eens even kijken. Kunnen wij ook mensen killen? Dat is ook iets wat ik me afvraag. Oh, wacht, wat? Dit is gewoon een extra soort game. Oh, cannot find game server. Nou, fantastisch jongens en meisjes. Ik ben weer een beetje in de maling genomen. Weet je wat? Ik heb een ander leuk idee. We hebben natuurlijk de vorige keer de Batmobile gekocht. Maar er was iets wat ik eigenlijk nog liever wou dan dat. En ik ga jullie even laten zien wat dat nou precies inhield. Dat is namelijk bij de special vehicles. Ik kon het namelijk bijna niet geloven toen ik het zag. Een freaking fidget spinner. Oké? Hij kost wel 100.000. Is toch wel even een redelijke uitgave. Maar wie kan er in hemelsnaam zeggen dat hij 's ochtends naar school gaat, niet met een fiets, maar op een fidget spinner? Ik denk dat er weinig mensen zijn die dat kunnen zeggen, dus ik heb hem zojuist gewoon gekocht. Ik voel me nu al gewoon... Ik wil eigenlijk ook wel even een wapen kopen. Misschien is dat wel verstandig. Zal ik gewoon deze kopen? Laat ik het gewoon doen, joh. Die valt ook nog wel mee qua prijs. Ik heb zojuist een wapen gekocht en ik kan hem denk ik dus ook gewoon gebruiken. Zou ik kunnen schieten op deze player? Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Ja, ik kan er raken. Oh nee, ze redt weg. Dit is de allereerste kill die ik ga maken in heel dit spel. Oh god. Oh god, ze is bang jongens en meisjes. Ze rent trouwens wel echt heel erg snel. Ik heb nog nooit zo'n snelle dame gezien. De laatste snelle dame die ik zag was mijn Nederlandse lerares die heel boos was omdat ik namelijk geen strafregels had gemaakt. Oh my god, ze heeft zelf ook een gun. Dat had ik eerlijk gezegd niet van. Oeh, is wel een pittige tante jongens en meisjes. Een pittige tante. Een pittige tante met een pittige gun. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Oeh, bijna. Yay, ik heb me al... Oeh, daar is nog iemand. Ik ga denk ik een double kill maken, jongens. Ik ga denk ik legit een double kill maken. Oh nee, god. Ik word zelf ook geraakt. Ik ben zojuist gekilled. Ik had bijna een double kill, maar ik ben zojuist zelf gekilled. Nevertheless, het is misschien wel een mooi moment. Oh, we kunnen ook iets anders zijn misschien. Als we nou een SWAT willen zijn, hoeveel kost dat? Dat kost 600 Robux. Oeh, dat is nog wel pittig veel. Maar wat krijgen we dan allemaal? Dan krijgen we een criminal arrest. En dan kunnen we dus criminelen arresteren. Een mafia arrest. Dan kunnen we mafia arresteren. We krijgen daadwerkelijk betaald. En we krijgen speciale wapens. Misschien als jullie genoeg likes achterlaten dat ik overweeg om misschien bij een SWAT te gaan aansluiten. Dat is wel komisch aan de ene kant. Oh, we kunnen naar een gym toe. No way! Maar er is niks in de gym. Like, er is letterlijk helemaal niks hier. Ik heb wel 50 freaking visa. Oh jawel, er zijn wel dingen. Nice. Jongens en meisjes, ik ga maar even voorbereiden. Want ik moet natuurlijk wel sterk blijven. Ik heb trouwens een extra gunner bij gekregen, lijkt het wel. Alleen kan ik die niet meer gebruiken. Kan ik op een of andere manier sporten? Of is het alleen maar mogelijk om te kijken naar hoe andere mensen het doen? Zoals ik dat meestal in real life heb gedaan. Wanneer ik ooit eens een keer met mijn school naar een soort van sportschool ging. Ik was echt die guy die gewoon alleen maar andere mensen ging aanmoedigen. Maar zelf niet zo heel erg voldeed. Al raad ik je wel aan om te sporten. Want je moet namelijk 2 uur per dag sporten. Een half uur per dag bewegen. 2 uur per dag sporten is een beetje overdreven. Om gezond te blijven. Dus dat is wel belangrijk om te onthouden. Ik wil eigenlijk weg hier. Want ik heb namelijk sinds kort een fidget spinner. Waar ik als het goed is op kan rijden. En daar ben ik... Een zwembad! Oh god! Ik moet zeggen, ik vind zwemmen eigenlijk...
best wel leuk als het in een zwembad is dan tenminste. Ik heb namelijk in zekere hoogte watervrees. Met name omdat ik vroeger namelijk heel erg gefascineerd was door het monster van Loch Ness. En toen ik zeg maar dat verhaal beter begon te lezen, werd ik gewoon letterlijk bang om in zeeën te gaan zwemmen. In ieder geval, laten wij eens even gaan kijken als wij naar onze rugtas gaan. En we gaan naar Vierkos of wij deze kunnen spannen. En er dan dus ook gelijk in kunnen gaan. Oh, ik ben zojuist gekilled net nu ik in mijn fidget spinner wil springen. Ben je echt serieus? Was dit echt nodig, jongens? Het was echt nodig, I guess. We gaan weer naar buiten toe. Let's go. We zetten hem weer neer. We gaan naar back. We gaan naar vehicles. Zo, let's go. En we spannen hem. Jongens en meisjes. We gaan erin zitten. Oh my god. Het lijkt alsof ik in een soort van UFO zit, maar... Oké, wacht even. Dit is geloof ik niet de bedoeling. Wacht even. Dit ging niet helemaal goed. Ik heb het idee dat dit ding heel erg goed werkt, maar dat je hem even een beetje onder de knie moet krijgen. Dus we gaan hem weer even spannen. Span. Zo, nice. We zitten erin. Oké, kalm. En dan gaan we eerst even omhoog. Oh my god, jongens en meisjes. Oh my god, jongens en meisjes. We zitten in een fidget spinner. Mensen zeiden vroeger tegen me dat ik het niet ging maken in het leven. Maar nu zit ik in een fidget spinner. Ik heb het gedaan. Ik heb het echt. Als jouw lerares of jouw leraar ooit zegt dat je het niet gaat maken in het leven, zeg maar dat jij later in een fidget spinner terechtkomt. En dan geloven ze wel weer in je. Het is wel echt amazing. Ik zit gewoon in een fidget spinner. Dit is wel het meest epische vehicle ding wat ik ooit heb bereden, gevlogen, hoe je het ook noemt, in heel Roblox. Wat is dit? Kan ik like nog hoger? Als ik mijn best doe? Oh, ik kan nog hoger. Zou ik op het allerhoogste gebouw terecht kunnen komen? Dit ding kan echt heel erg hoog. Oh my god, ik ga alsmaar door, hè, jongens. Dit ding kan legit enorm... Zou ik de map uit kunnen vliegen op een bepaalde manier? Wat is dat daar? Wacht even hoor, ik zie daar iets heel raars. En ik weet eerlijk gezegd niet wat het is. Ga ik weer naar beneden toe? Ja, ik ga weer naar beneden toe. Ik vraag me eerlijk gezegd af wat dit hier is. Ik weet ook niet of ik er naartoe kan, maar het lijkt wel op een soort van platform of zo. Wat is dat? Wat is... Hè? Waar loop ik überhaupt op? Wat gebeurt er allemaal? Dit is zo raar. Ik weet legit niet wat dit is, hè. Even voor de duidelijkheid. Ik heb dit niet voorbedacht of zo, maar dit is echt super weird. Ik heb wel een heel mooi uitzicht over de stad. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, ik denk dat het wel duidelijk is wie op dit moment het meest epische ding ooit heeft om op te kunnen rijden. Dat is je boy DutchTuber met zijn freaking fidget spinner wagen. Ik zou het in real life best wel vet vinden om in een fidget... Stel voor, jij zou elk item in real life kunnen bereiden als een auto of erin kunnen vliegen. Welk object zou jij dan kiezen? Ik zou denk ik gaan voor een badeend. Stel je voor, je gaat vliegend op een badeend naar school. Dan ben je de man. Dan ben je gewoon automatisch de man. Ik maak geen grap, jongens. Oké, in ieder geval, ik kan naar het strand toe om daar te gaan relaxen. Want daar werd ik namelijk net voor uitgenodigd. Ik moet zeggen, het is een leuk spel, hè, Sunset City. Alleen er zijn niet echt heel erg veel mogelijkheden sinds er niet meer zo heel erg veel mensen dit spel spelen. Het is niet echt mogelijk om als politie zijnde criminelen op te pakken wanneer er bijna geen criminelen zijn. De enige crimineel die ik tot nu toe heb gezien was degene waar je een miljoen voor krijgt als je hem killt. Wat is dit? Is dit een huis van iemand? Waarschijnlijk ga ik hier niet naar binnen mogen, of wel? Ga ik naar binnen mogen? Nee, ik mag niet naar binnen. Hij is op slot. Of wacht eens even, jawel, eentje is open. Oh! Is het iemand zijn huis? Wat? Dit is een supermooi huis! Oh my god, hij heeft zichzelf echt legit goed voorbereid. Wat is hier? We gaan eens even rustig kijken. Oh, dit is mooi. Hij heeft gewoon een kinderkamer gemaakt. Hier heeft hij een soort van woonkamer slash sportgedeelte gemaakt. Waar hij dus lekker kan... sporten, ik weet niet of ik dat ook kan, waarschijnlijk niet. Ik ben gewoon weer veel te slap. Hij heeft hier een setup gecreëerd. Keuken, ook heel erg mooi. Dit is trouwens wel echt zo'n hele luxe villa. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom hij hem open heeft gelaten. Hij wil gewoon dat mensen hem kunnen checken, omdat hij er zo episch uitziet. Hier heeft hij dus de kinderkamer, zoals ik net al zei. En hier heeft hij een badkamer. Nou, jongens en meisjes, wat een huis. Ik word er eigenlijk wel een beetje jaloers van. Nevertheless, ik ga er weer vandoor. En dat ga ik natuurlijk wel doen in freaking stijl. Dat doe ik namelijk in mijn freaking fidget spinner. Ik wil jullie tot die tijd bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Wat is dit hier? Is dat een militaire basis? Waarschijnlijk is dat een militaire basis. Tenminste, dat denk ik wel. Oeh, dat ziet er wel super gevaarlijk uit, jongens. Kan ik er naar binnen? Kan dat? Oh, hij is locked. Anders kon ik namelijk kijken in deze militaire basis. Ik voel mezelf nu zeg maar wel een beetje slecht. Omdat ik namelijk het idee heb dat ik heb ingebroken. Is niet heel erg nice. Nevertheless, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.